Er is geen filmpje over bijen, maar over de imker. Toen ik begon aan het imkeren, toen had ik daar best wel een romantisch beeld van. Je helpt bijen, je zorgt dat het beter met ze gaat. Je hebt een bepaalde band die je opbouwt met je bijen. Allemaal heel romantisch. Je bent lekker buiten, je bent bezig met een mooi product, honing. Met natuur, met alles wat om dat bijenhouden te maken heeft. Maar wat je dan vaak vergeet, is dat het ook keihard werken is. Een van de eerste video's die ik keek van andere YouTube-imkers over het bijhouden was, die had als titel Man moest auch kunnen moesen, of iets in die trant. Wat zoiets betekent als je moet ook kunnen moeten. Als iets moet, dan moet je het ook kunnen doen en dan moet je het ook willen doen. En dat is toch wel iets wat bij imkeren vaak vergeten wordt. Het is soms keihard werken, offers maken, doorgaan, leren van je fouten. Niet denken, het is geen mooi weer, het komt niet goed uit, ik ben moe. Alles bij elkaar is het ook keihard werken. Deze keer over de imker.